Het Sint-Franciscus Gasthuis en Vlietland is een vernieuwde afdeling rijker. De afdeling interne geneeskunde heeft een upgrade gekregen en bereidt zich hiermee voor op toekomstige ontwikkelingen. De afdeling is hiermee beter voorbereid op pandemieën en infectieziekten. Ook zijn er verschillende nieuwe kamers aan de afdeling toegevoegd. We hebben een hele mooie multidisciplinaire ruimte gekregen. En die ruimte is eigenlijk bedoeld voor overdrachtsmomenten. Maar ook voor opleidingsmogelijkheden voor de artsen. Zoals je kunt zien is dat ook met beeldschermen. Omdat we meerdere locaties hebben in ons ziekenhuis. En op verschillende locaties moeten verschillende mensen mee kunnen doen. Dus hiermee maken we dan connectie met andere locaties. Een van de nieuwe kamers op de afdeling is deze speciale ruimte. De plek is geïnspireerd op een woonkamer en heeft geen ziekenhuisbed. De kamer wordt vooral ingezet om kwetsbare patiënten sneller te laten herstellen. Deze mensengroep ligt heel veel op bed, heeft weinig activiteit, waardoor lichamelijk veel achteruitgang is, maar ook geestelijk. Mensen als ze naar het ziekenhuis komen denken ik ga in pyjama, want ik ben in het ziekenhuis en ik ga in bed liggen. En dat willen we eruit halen, die gedachten. En we willen ook anders gaan kijken als verpleegkundigen, gaan we omdenken. Van waarom ligt een patiënt in bed? En waarom halen we die er niet uit? En nu met de huiskamer gaan we mensen ontzettend stimuleren in bewegen. De afdeling interne geneeskunde zet ook een belangrijke stap in het bestrijden en behandelen van infectieziekten. De afdeling in het ziekenhuis kan zich namelijk gemakkelijk isoleren tot een quarantaineafdeling. Soms moesten we daar wel eens een patiëntenkamer voor opofferen, zodat we hadden minder bedden binnen dat afsluitbare deel aanwezig. En dat is op deze afdeling niet het geval. We vinden het als ziekenhuis heel belangrijk om innovatief te zijn en om heel erg toekomstgericht te kijken. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon meegaat met de zorg die zich aandient. Dus dat je zo goed mogelijk probeert aan te sluiten op die patiënt waarvoor je de zorg levert.